We gaan dus een contemplatie doen op de vier factoren van Vasubandhu. En zelf weet ik niet heel veel over Vasubandhu te vertellen, behalve dat het een Indische boeddhist was. Ik denk de vierde, vijfde eeuw na Christus, die aan de basis ligt ook van de Yogacara-school. Dat is zo'n heel grote school in het boeddhistische geheel. En de vier factoren zijn factoren ter overweging, dus om te gaan op contempleren, om de bodhicitta op te wekken, om de bodhicitta in het leven te brengen. En een van de factoren is vergankelijkheid. En de blaadjes vallen gewoon zomaar. Dus. Voilà. Dus dat is een van de factoren van Vasubandhu, dus contemplatie. En het is hier gewoon live bezig. Maar dus om de bodhicitta aan te wakkeren, de bodhicitta in het leven te roepen. En bodhicitta, citta is gemoed en bodhi is ontwaken. Dus een gemoed dat gericht is op ontwaken. En bodhicitta is ook het verlangen, de wens, de wil, dat elke levend wezen tot ontwaken komt. Het is niet de enige methode om die bodhicitta aan te wakkeren of in het leven te roepen. Bijvoorbeeld de zevenvoudige puja, die we, ik denk, volgende week gaan doen om 6:00, is ook zo'n methode. Maar dat is een meer devotionele methode. Deze methode is ter overweging, ter contemplatie. Dus je kan het ook natuurlijk helemaal in verband brengen met devotie, maar het is ook een reflectie tegelijkertijd, een contemplatie. Dus die vier factoren die ik straks even ga vermelden, zijn dan ook overwegingen die je als het ware mag laten vallen in jouw gemoed. En in het vallen in jouw hart zal al enig effect gebeuren of zal er wel een impact komen van wat er gezegd wordt. Ik zal ze even meegeven al. De eerste factor is dat we gaan overwegen het leven van de Boeddha. Met als basisgedachte, basisidee dat wat de Boeddha overwon, ook wij kunnen overwinnen. En dat het dus voor elk van ons gewoonweg mogelijk is om een Boeddha te worden. Want hij is uit het levenswiel gestapt, kun je zeggen, en is de richting ingegaan van bevrijding. En elke stap die hij gezet heeft, is ook mogelijk voor ons. Dat is de eerste overweging. De tweede overweging is dat in het geconditioneerde leven, in het geconditioneerde bestaan, heel wat tekortkomingen zijn. Onvolmaaktheden zijn. We noemen ze onvolmaaktheden, we noemen ze fouten. Maar eigenlijk zijn het feiten. Alleen, ik zie ze niet als feiten, ik zie het als een tekortkoming. Bijvoorbeeld wat hier net gebeurde, dat deze bloemen hun beste tijd gehad hebben en verwelken en hun blaadjes loslaten en dus aan het afsterven zijn, kun je zeggen. Alles wat in het leven ontstaat en tot leven komt, zal ook vergaan. Dat is een feit. Alleen, ik wil daar niet aan. Ik zie dat als een tekortkoming. Het zou anders moeten zijn. Maar het is niet anders. Het is een feit. En over die kenmerken van het geconditioneerde bestaan, want het gaat hier dan over de drie lakshanas, namelijk vergankelijkheid, dat er lijden is en dat er nergens in de gehele keten of reeks van verschijnselen of condities ook maar één iets terug te vinden is dat een vast substantieel zelf is, dat wordt de drie lakshanas genoemd. En daar gaan we dus ook op reflecteren. De derde factor is dat we dieper verbinding maken met dat er lijden is. Ik denk dat dat eigenlijk echt gewoon noodzakelijk is om daar dieper verbinding mee te maken, dat er lijden is. Zelf loop ik daar heel graag van weg, dat er lijden is. Ik ben niet graag geconfronteerd met pijn en het lijden en het verdriet. En ontevredenheid in mezelf, of in mensen die ik heel graag zie, of in andere mensen sowieso gewoon. Ik zie dat niet graag. Ik,
Ik voel dat niet graag, ik word daar niet graag mee geconfronteerd. En tegelijkertijd is het een feit. Er is lijden. En we zijn hier met een aantal mensen en ik ben er zeker van dat in elk van ons leven lijden aanwezig is. Pijn, verdriet, ontevredenheid, dingen die we anders willen. En daar werkelijk verbinding mee maken met het werkelijk lijden van een werkelijke mens en werkelijk voelen wat dat met mij doet, dat is de derde factor die we in overweging nemen. En dan de vierde factor is overwegen wat de kwaliteiten van een Boeddha zijn, om ons dan open te stellen voor die kwaliteiten die ons kunnen gewoon beïnvloeden, waar wij ook kunnen dat wij ze kunnen ontwikkelen in ons leven gewoon weg. Dat wij ze ook kunnen gestalte geven op onze eigen specifieke, unieke, persoonlijke manier dan. Dat ze ook voor ons weggelegd zijn. En dat het meteen ook kwaliteiten zijn en houdingen die een antwoord bieden op het lijden. En niet dat we mensen die aan het lijden zijn zullen redden, maar het gaat meer op een, of over een manier van aanwezig zijn, een manier van aandacht, van er zijn op een bijzonder heldere en mededogende manier. Wat kwaliteit is, of de kwaliteiten zijn van alle Boeddha's en Bodhisattva's uiteindelijk. Dus dat zijn de vier factoren van Vasubandhu die wij straks in contemplatie zullen overwegen en laten rondtollen, als het ware, in ons gemoed, in ons hart en ons hart erdoor laten aanraken, zodanig dat het ook ontvankelijk en zo open mogelijk dieper kan inzakken. En ik denk dat een reflectie of een contemplatie als deze, maar er zijn er nog andere natuurlijk, maar dat deze noodzakelijk is, zowel omwille van dat we contact maken en verbinding met het lijden, maar ook met inspiratie en vertrouwen en energie dat er een mogelijkheid is om dat lijden te overstijgen. En dat het voor mij is weggelegd, maar ook voor elk van jullie. En wel, Padmasjuri was hier te gast maandagavond, en dat is een Engels ordelid die al heel wat jaren actief is in onze beweging en in onze orde. En zelf sprak ze over dat onze wereld misschien nog meer in lichter laaien staat dan in de jaren 70, toen zij in contact kwam met wat toen de VWBO was, maar nu Triratna geworden is. En de wereld staat gewoon, denk ik, in zekere zin in lichter laaien. Er is nood aan dharma. En dinsdagavond bijvoorbeeld is er al een paar weken radicale dharma aan de gang. Een module radicale dharma die gegeven wordt voor een 18 à 19 mensen. En de meeste van hen zijn relatief nieuw tot helemaal nieuw. En ik heb al van verschillende mensen gehoord hoeveel deugd ze ondervinden dat een centrum als dit bestaat. Dus dat dit gewoon gegeven wordt, dat de dharma gegeven wordt. En het deed mij onder andere deugd omdat ik soms zo gewoon ben wat wij hier doen. En gewoonte is nooit een conditie voor veel verfrissing, om het zo te zeggen. Het deed mij gewoon deugd om te horen dat mensen hier iets vonden dat hun richting, betekenis en zingeving gaf in hun leven. En ik dacht, amai, dat is dus echt wat wij doen. En niet dat ik dat niet wist, maar als je dat dan hoort, dan doet dat gewoon deugd dat wij dit hier met z'n allen, met ons, dat wij dit hier aan het doen zijn. Ik denk dat het goed is te beseffen van wat je verder wil doen met je leven. Wat je verder wil doen echt op dat vlak met jouw leven. In de context ook van de dharma communiceren. Want op een bepaald moment zal Tarini er niet meer zijn, zal Dhammaveding er niet meer zijn, zal Kalyana Gita er niet meer zijn, zal ik er niet meer zijn. En het is niet dat het allemaal van ons... Het zou ook in die volgorde. Wat zeg je? Het zou ook in die volgorde.
Ja, liefst wel. Wie heb ik eerst genoemd? Ja. Oké, ik wil ook eerst gaan. En nooit samen een busje of een vliegtuig. Maar, wat ik wil zeggen, ik denk dat wij kunnen echt nog eens goed stilstaan bij hoe kostbaar de Dharma is in ons leven. En wat we daarmee willen doen ten opzichte van anderen die hier komen. Wat kunnen we daarmee doen? Wat willen we daarmee doen? En ook omdat er zoveel lijden is, gewoonweg, er is zoveel lijden. Dus valse bandhoesfactoren zijn een goed geneesmiddel, als ik het zo mag zeggen. Goed, we gaan nog even stilzitten. En dan de vier factoren ter overweging.